way you feel. One kiss is all it takes. Hallo, dat je kijkt naar deze nieuwe video. In deze video hebben we voor jullie de Blind Make-up Challenge. En dat betekent dat we elkaar blind gaan make-uppen. En we gaan zo meteen eventjes de make-up producten laten zien die we in deze video gaan gebruiken. Maar eerst willen we nog wat vertellen, want misschien hebben jullie het wel gemerkt, want vorige week was er geen video. Want we doen zeg maar nu dat we 2 weken wel een video plaatsen en dan weer 1 week niet. Zodat we niet elke week een video hoeven te maken, want we vinden het wel leuk. Alleen we willen soms ook wat anders doen. Ja. Oké, we gaan nu even de make-up producten laten zien en we beginnen bij deze crème. En het is een Nivea Soft Crème. Ja, het is niet echt make-up, maar ja... Dat hoort er wel een beetje bij. Dat vond ik wel grappig. Ja. Dan hebben we deze bronzer van Catrice. En ja, deze gaan we ook gebruiken. Dan hebben we nog een... voor de wenkbrauwen een wenkbrauwgel. En deze is gewoon van de Hema. Dan hebben we van Essence dit palet met highlighter en wenkbrauw. Ja, spul, weet je wel. Oké, Femme heeft nu de blinddoek om. En zij gaat mij dus eerst make-uppen. Dus ja, begin maar gewoon. Oké. Ja, ik heb hier de crème. Moet ik hem vasthouden? Oké, dat is ook goed. Ja, vaststellen? Ja, is goed. Het gaat zo mis. Nu is het gewoon verjeerd. Ja! Lekker al. Oké. De crème zit erop. Ja. We gaan verder naar de concealer. Even de concealer zoeken. Ik denk dat dit... Ik heb vette handen van die crème. Ja, maar je moet het toch zelf doen. Ik krijg dit echt niet open hoor. Ik doe het al. Hij is een beetje open. Dit is de concealer, denk ik, hoop ik. Oké. En ik ga ook even de beauty doen. Wacht, hier zit het ook. Zo. Ja, goed gedaan. Waar is hij? Ja. Oh. Waar ligt hij? Ik pak hem wel wat. Ligt hij onder het bed? Chips. Ja, hij ligt onder het bed. Ja, pak hem zo. Oh. Ja, even aan de kant met je benen. Ew, allemaal stof. Hier. Die is al, hè, onder het bed. Ja. Oké. Dit is altijd heel moeilijk. Zo ziet mijn gezicht er nu uit, even voor de mensen. Ja, soms dan zet ik even iets neer, hoor. Oké, en ik ga nu met de beauty blender het uitblenden. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Is het mooi? Ja. Oké, okay, dit is denk ik de bronzer, dus dat gaan we nu doen. We hebben wel allemaal een beetje makkelijke vormen, dus je weet snel wat is. Maar ik weet niet of die concealer nou eigenlijk de lipgloss was of de concealer. Zo.
Ja. Oké. Highlighter. Deze. En dan ga ik even de kwast pakken. Dit is zo. Ja, ziet er op hoor. Ik ben echt benieuwd. Oké. Wacht, deze moet ik nog een keer gebruiken zo meteen. Waarom? Oh nee, niet die. Die. Ga ik nu de wenkbrauwgel doen? Is de wenkbrauwgel, denk ik, hoop ik. Ja. Zo. Dan de wenkbrauw. Volgens mij ben je heel mooi, Saar. Ja, dat ben ik volgens mij, ja. Oké. Oké, okay, dan hebben we nog mascara en lipgloss, toch? Zeg ik niet. Yep. De eerste mascara. Oh, hier ben ik zo bang voor, hè? Dit gaat echt zo fout. Zo. Ja. Volgens mij is het heel fout gegaan. Wil jij deze even daar neerzetten? Ja. En de laatste, de lipgloss. Hier ben ik ook heel bang voor. Oké. Okay. Ja. Lipjes. Gaat ze het? Oké, okay, ik ben klaar. Ja. Oké, mijn make-up is nu dus helemaal klaar. Ik ben echt heel erg blij mee. Deze zus heeft het heel mooi. Nee, ja, ook niet. Vind ik niet leuk. Oké, Fem heeft nu mijn make-up helemaal gedaan. Alle producten zijn nu gebruikt. En ik ga nu kijken. Ja, Fem mag nu haar blinddoek afdoen. Oh, je ziet hier echt heel veel highlighter. Deed de concealer goed? Nee, het zat over mijn hele gezicht. Die mascara. Ja, dat kan echt niet. Je hebt het op mijn wenkbrauwen gedaan. Nou, sorry. Nee, dat is de nu is het de beurt van Saar. Oké, Saar is nu geblinddoekt. En ja, nu gaat ze mijn make-up doen. Dus begin maar. Oh, kijk uit. Oh. Ik ben niet zo handig als fan met dit, hè? Nou, ik eigenlijk het lekker goed. Ja, maar ik ben sowieso niet echt heel goed met make-up, dus. Nou, ik wel, man.
Ja, nou beter. Oké. Okay. Oh, ik heb ook niet te waarschuwen. Heb je haar al gedaan? Ja, toppie. Oh, dat was de dop, denk ik. Kom maar. Oké, okay, ik ga nu door met de highlighter, denk ik. Oh, maar shit, ik weet helemaal niet welke kwast ik waarvoor moet gebruiken. Hè? Ik doe eerst wel de bronzer. Oké. Okay. Oh, welke kwast had jij ook? Oh ja, die. Zit hem? Ik denk het wel. Laat even zien. Wacht. Is dit dol? Ik wil eigenlijk echt het hele gezicht vol smeren. Is dit wel je wang? Ja, volgens mij wel. Oké, nou mooi. Nu doe ik je highlighter dan. Waar is het palet? Hé, waar is die ootje? Waar is het palet? Fijn, heb je hem verstopt? Oké, okay, Saar, ga maar verder waar je gebleven was. Ja, ik wilde dus het palet. Oh ja, ik heb hem. Oh ja, welke kwast hoort daar ook weer bij? En wat ga je nu doen? Ja, dat zie ik wel. Dit is de kwast met één ding, dus die was voor de highlighter dan. Mag eens een beetje stof aan? Nee? Nee, kom eens. Oh. Ja. Deze. Echt heel grappig dit. Ook goed, denk ik. Okay. Nee, hoger. Ja. Wat was dat? Daar staat mijn bronzer en die is stuk. Is die stuk? Ja. Oh, nee, oh wat erg. Die boeien. Oh. Oké. Okay. Hij ligt nu wel allemaal. Ik maak altijd van op iedereen. De grond. Dat moeten we zo blijven praten. Ik maak altijd van iedereen alles stuk. Nou, oké. Heb ik nu heb ik de bronzer, de crème en de highlighter. Nu ga ik de wimpergel doen, denk ik. Ja. Waar is jij wimpergel? Niet te laat is meer, hè? Nee. Eens kijken voor waar, alsjeblieft. Ja. Ja. Nu doe ik de... Je hebt nog helemaal geen concealer gedaan. Oh ja. Die doe ik eerst zo. Chips! Dit is de wenkbrauwgel. Ja. Daar ben ik ook achter gekomen. Wat heb ik dan? Oh, chips. Wat is dit dan? Oké, ik denk dat dit dan de concealer is. Nou, ah, niet te veel. Nee, dat mag niet. Nee, maar je zit het in mijn haar, schat. Oh, waar is je oog dan? Hier. Zo. En dat moet je nu gaan blenden met de beauty. Had je die al? Ja, die heb ik al gepakt. Oké. Okay. Wat heb ik nu nog? Wenkbrauwen nog doen. Oh ja. Ik heb eerst de gel gedaan. Ja, oké. Okay.
Mascara. Oh, chips. Oké. Waar is... Mooi, het palet heeft er. Waar is je... Oh, ja. Oké. Oké. Wacht even. Vroeg dat het goed is. Oh, die is de verkeerde kwast. Ja. Oh, je smeert het er allemaal op bed. Oh. Ja, ga je het maar gewoon doen. Is dit wel je ding, hè? Ja, jawel. Oh mijn god, Saar. Laat ik je nou nooit meer doen. Waarom? Dat zie je zo meteen wel. Oké. Dit is ook klaar. Kom. Nu je... Ja, maar ik... Oh, oké. Dan doe ik dit wel op je lippen dan. Ja, ik heb je... Ik heb nog niet op je lippen gedaan. Zijn niet zo je lippen? Ja. Oké. Oh mijn god. En dan als laatste mascara. Nee, het is lekker heel eng. Nee. Niet in mijn haar smeren, hè? Nee. Je smeert het wel in mijn haar. Oh. Even lager dan. Dit was het dan alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden met onze mooie gezicht. Ja. Dus doe zeker even een duimpje omhoog. En vergeet hieronder niet te abonneren. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei! Cause I'm lost in the way you move, the way you feel.